Draait hij al? Echt waar? Moeten we beginnen? Oké. Voilà. Een beetje zakken, want ik wil oog in oog. Zo. Dat is goed. Ik ga hem nog wel afmaken, denk ik. Nu is het nog niks, natuurlijk. Boetseren is niet zo moeilijk als je weet hoe het aan te pakken. Het belangrijkste is dat je weet dat je in profielen moet boetseren. Want je hebt hier een profiel. Je draait wat verder. Heb je een ander profiel of een andere ombreklijn. En als die ombreklijnen allemaal heel precies staan. En je bent helemaal rond geweest. Je hebt alle aanzichten bekeken. En bewerkt. Dan is je beeld klaar. Ik ben toen ik 12 jaar was, mijn zus achterna gegaan. Die zat dan in de richting sierkunsten in Turnhout op een school. En dat sprak me wel heel erg aan. Ik ben altijd in de kunstrichting gebleven tot mijn 21. Maar dan, de hogeschool heb ik dan wel reclame gedaan. Omdat mijn vader toen zei van ja, daar kun je geld mee verdienen. En dat beeldhouwtje dat jij eventueel zou willen, daar kun je niks mee verdienen. Dat is niks voor een vrouw ook niet. Dan ben ik op reis gegaan, is 6 weken Griekenland rondgereisd. En toen dacht ik, nou, als die Grieken zo kunnen boetseren en kappen, dan kan ik dat misschien ook wel. Terug naar huis gekomen, me ingeschreven in de Academie van Berchem, waar ik de fantastische leraar ontmoet heb. Pieter van Neste, en die heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. Wij werkten later, heb ik dan wel gemerkt, ook een beetje in dezelfde stijl. Maar tijdens mijn schoolperiode heb ik daar nooit gewerkt, want hij wilde nooit werk van zichzelf laten zien. Daar ben ik zo 7, 8 jaar geweest. Ook naar de Academie van Antwerpen ben ik ook nog 2 jaar geweest. En dan zelfstandig verder gewerkt aan het werken. Niet zoveel meer in klei, maar meer in was. Wastechnieken om bronzen beelden van te maken. Dit beeld heb ik de naam gegeven Catch Everything. Omdat hij vangt dus echt letterlijk alles op. Gooi maar, kom er maar mee af. Ik zorg er wel voor dat ik het tegenhoud of dat ik iets teruggooi. En dat komt dan in dit geval wel uit een ervaring die ik voor mezelf eigenlijk niet zo leuk vond. Maar als je dan alle kracht teruggevonden hebt, dan sta je er weer in de goal. Om alle ballen die eraan komen toch weer tegen te houden en terug te gooien. Dit is mijn nieuwste werk.
een beetje anders dan vroeger. Allee, gelukkig maar dat ik constant evolueer en nieuwe ideeën krijg. En dit werk is een reeks en het heet Helix of Life. En kun je eigenlijk op twee manieren bekijken. Het leven is een golfbeweging. Bijvoorbeeld, je bent jong, weinig ervaring en gegroeid en gegroeid en gegroeid en gegroeid. Totdat je eigenlijk bijna aan je top bent. Ik hoop nooit helemaal, want dat is toch niet zo boeiend, denk ik. En als je het negatief bekijkt, je bent jong, je staat rechtop, je ervaart en je maakt in je leven dingen mee die eigenlijk ja, misschien wel te moeilijk zijn of te zwaar voor u. En aan het eind van je leven lig je helemaal dubbel. Lang geleden heb ik ook mijn vader geprobeerd te boetseren. Ik had gevraagd aan mijn vader: kom jij model zitten op de academie in Berchem? Dan kan mijn leraar me ook nog een beetje helpen. Maar ja, mijn vader had ook net voor die tijd verteld dat hij ziek was, dat hij Alzheimer had en dat hij alleen maar achteruit zou gaan. Ik heb geprobeerd een portret van hem te maken, maar eigenlijk is dat mislukt. Omdat we keken in mekaars ogen en ik zag aan hem ook, die was gewoon ziek. En dat kon je zo zien aan zijn blik. Dan later dacht ik van, ja, ik moet toch een plekje geven dat mijn vader ziek is, dat het nooit meer die kletsende, enthousiaste man zal zijn die ik ooit gekend heb. Hè. En heb ik hem geboetseerd in was. Dan heb ik hem volledig lichaam geboetseerd zoals hij toen was, met al zijn beperkingen. Dit is het beeld van mijn vader in was, dat ik gemaakt heb toen hij al behoorlijk lang ziek was, zo'n meer dan 10 jaar. In een tehuis terechtgekomen was, want mijn moeder kon echt meer voor hem zorgen. En dit beeld heb ik gemaakt met zoals ik hem zie: helemaal vermagerd, een hangbuik, krom staan. Hij kon niet meer lopen, ik moest hem echt wel vasthouden, zo onder zijn oksels. Gebonden, die touwtjes die illustreren dat dan. Met de luier aan. En zeg dan ook niks meer. En vroeger kon hij niet zwijgen. Dus ja, dat was echt wel een hele aanpassing. En het beeld heb ik gemaakt en ik heb het dan ook aanvaarding genoemd. En daarna ging het beter met mij, met mijn vader natuurlijk nooit meer. Maar ja, goh. Echt een supervader. Ik ben echt wel blij met dit beeld. Dat verkoop ik helemaal niet. Het gaat wel iedere tentoonstelling mee, maar om over mij te waken, zou ik maar zeggen. Dat heeft hij altijd gedaan, dus doet hij nu nog. Ja, in die meer dan 30 jaar dat ik boetseer, heb ik vooral vrij werk gemaakt. Dus echt het werk dat uit het binnenste van mijn binnenste komt. En niet zoveel opdrachten. En daar ben ik wel blij om, want het heeft toch altijd wel iets meer dan als het idee helemaal uit mezelf komt. En ongeveer zo, ja, dikke 100 bronzen heb ik gemaakt. Waarvan ik er nog maar een paar in huis heb. En door regelmatig tentoon te stellen, ben ik ook wel de meeste werken kwijt. Die staan bij andere mensen. Het is